Niet alleen een clown en niet alleen een douche. Hij is ook een, een mediaticoon, een briljante zakenman, begonnen als zanger. Nou, dat deed hij nog overigens best verdienstelijk, op een cruiseschip. Uh, daarna ging hij stofzuigers verkopen echt vanuit het niets. Een self-made man met een gigantisch uh, vastgoedportefeuille. Toen bouwde hij medie, medium, uh, Media Imperium op en toen ging hij die politiek in. En ja, hij heeft wel Italië blijvend veranderd met zijn manier van politiek ja. voeren. Ik denk dat het de eerste populist is in, in West-Europa.